Welkom bij Namak TV, dit keer vanuit het DAF Museum in Eindhoven. En de vaste kijker zal begrijpen waarom, want in de vorige uitzending hebben wij verteld dat in het DAF Museum een tentoonstelling is te zien van Michelotti-auto's. Die is er nog tot 1 maart, dus ik zou zeggen ga vooral daar naartoe. En de Namak heeft hier ook weer een vitrine ingericht met allemaal autootjes die ooit in het echt zijn getekend door Michelotti. En aan de andere kant van het glas zie ik al Geert Vermeer staan. En Geert is de voorzitter van het DAF Museum. Die kan ons nog veel meer vertellen over deze collectie en over het museum. Geert, goedemorgen. Dag Geert, van harte welkom. Dankjewel. Hier in Eindhoven, heel leuk. Ja. Kun je ons een beetje meenemen naar langs wat modellen waarvan je zegt dat is typisch Michelotti en ook een connectie met DAF? Zeker. Het leuke is namelijk dat we nu voor het eerst in het DAF Museum niet alleen DAF's hebben staan. Exact, ja. Maar ook andere merken. Ja, het thema is tenslotte Michelotti. Ja. Ja, Michelotti heeft natuurlijk heel veel auto's ontworpen. Het zijn er, wat ik nu weet, inmiddels meer dan 1200 ontwerpen gemaakt. Enorm. Ja, fantastisch. En wie kent niet de Spitfire? Dit zou ik wel weer in mijn huis willen nemen, kan dat? Dit is toch geweldig. Dit is Spitfire. Prachtig. Als je dit ziet en je ziet hier daarnaast het mooie Renault Alpine. Dat is toch fantastisch. Dat is, want dat is ook een rallyauto geweest natuurlijk. Een rallyauto uit de jaren 70. Prachtig. Dit is ook een hele mooie. Dit is een originele Nederlandse auto uit de begin jaren 70. En ik moet er toch aan toevoegen, want deze tentoonstelling hadden we natuurlijk alleen maar kunnen doen dankzij de medewerking van al die eigenaars van deze auto's. Ja. Want we hebben natuurlijk als DAF een heel grote collectie. Maar dit zijn natuurlijk andere merken, dus ook van andere eigenaren. En we zijn ontzettend blij dat we het nu ook kunnen verlengen tot 1 maart. Ja, dat is... En normaal zeg, ga nog snel hierheen om te kijken. Dit is hem, hè? Nou, kijk, als je over Michelotti hebt, dan kan je niet om de DAF 44 heen. De DAF 44 is van nul af aan ontwikkeld door Michelotti. En dat was toen, en praat je toch over de eerste helft van de jaren 60, een unieke auto, een uniek ontwerp. Het is nog steeds geen ouderwetse auto, zeg ik altijd maar. Maar let even op de details. De motor voorin. Ja. Geen grill. Ja, dat zei je net al inderdaad. De luchtkoeling zit onder hieronder, de bumper. En dat was toen uniek. Daarnaast was het voor het eerst dat de motorkap aan de voorkant gescharnierd is. Dus die ging open. En die zit op 2 punten vast, waardoor die bij een aanrijding dus niet naar binnen klapt, maar dit doet. Veiligheid. Dat is wel over nagedacht. We hè? Praten dus over de jaren 60, hè? Niet vergeten. Ik vind het een schoonheid van een autootje. Maar wat is het meest Michelotti aan deze auto? Michelotti is duidelijk de lijn die ik net zag met de model en de doorsteek naar dit achterkantje toe. Ja. Dit, hier het spoilertje en dit. Ja. Zie je die lijnen die hier lopen? Ja. En dit is de basis geweest voor later de 55 en de DAF 66. Ja. Dus deze heeft echt aan de begins gestaan van de verdere ontwikkeling. Eenvoudig, hè? Maar het zijn de details, ook zo'n tankdokje. Ja, geweldig. Mooi, hè? Ja. Dus het was voor een klein merk als DAF, met 1 model alleen de DAF-verdeel, een gigantische stap om dit te doen. Ja. Vorig jaar een hele belangrijke stap voor ons. Wij waren, zoals ik toen straks al zei, natuurlijk een hele tijd gesloten vanwege corona. Ja. En toen kwam Koningsdag en die werd in Eindhoven gevierd. Ja. Weliswaar allemaal met strikte regels, geen publiek, et cetera. Maar wij kregen de kans, en we hoorden dat de koninklijke DAF Kini, die ook Willem-Alexander heet. Ja, ik zie het staan hier, geweldig. Ja, dat die wellicht door hemzelf gereden zou worden. Maar hoe zit dat dan? Hoe moet ik het voorstellen? Dit stond in de tuin op Soestdijk? Nee, deze auto is 20 jaar gebruikt in Italië. De buitenverblijf Porto Ercole, daar is hij gebruikt. Door Beatrix Claus, de ouders van de huidige koning. En hij kende de auto dus nog, maar toen was het een klein mannetje. Het was ook mooi toen ik hem overhandigde en dat hij zei van, hé, hij is veel kleiner dan ik dacht. Ja. Dank voor je gastvrijheid. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie hier zijn. Ja, ik vind het ook heel erg leuk. Ja. En wie weet tot snel. En nogmaals, ga naar die Michelotti tentoonstelling. Hè. Dat moet je echt niet missen hoor. Kom, ga naar de uitzending beginnen.
Zoals gebruikelijk bij ons aan tafel weer Bart van der Akker, hoofdredacteur van Auto in Miniatuur. Jullie kennen hem zo langzamerhand. Maar we hebben ook een nieuw gezicht en die kennen jullie misschien nog niet. Bert Siegersma. En Bert, jij bent de nieuwe voorzitter van de NAMAK. Ja. Niet onbelangrijk. We gaan het overigens niet over de hele saaie bestuurlijke dingen hebben nu. Hè? Jammer. maar we gaan het wel over iets heel belangrijks hebben. Er ligt gelijk een belangrijke taak voor jou en Bart. Miniatuurauto van het jaar. De verkiezing is geweest. Daar is iets uitgekomen. En ik laat jullie graag aan het woord wie en wat er heeft gewonnen en waarom. Nou, Bart, leg dat maar eens uit. We hebben om te beginnen 9 categorieën. We hebben 9 categorieën uiteraard ook winnaars. Maar we hebben ook een overal winnaar. En dat is enigszins verrassend deze Renault Estafette van XO geworden in schaal 1 op 24. Waarom is dat verrassend? Omdat dat niet een auto was die ik in gedachten had van, oh, dat kan wel eens een potentiële winnaar zijn. En ik was niet de enige. Het grappige is, het bijzondere is, dat er een paar modellen waren, waarvan wij inderdaad de kenners, hè, de mensen achter de schermen dachten, oh, dat kan wel eens, dat is een potentiële winnaar. Zoals? Dat is een potentiële winnaar. Nou, bijvoorbeeld, wat we een paar uitzendingen terug gehad hebben, die nieuwe DAF-vrachtwagen. Ja. Oh, ik voel hem al aankomen, want er waren er 2 van. Maar vanwege die Anvil Techno, en die hebben elkaar zo dwars gezeten, dat ze allebei niet wonnen. Ja. Ja, dus dat was dit is de lachende derde. En dit is de lachende derde. Dat waren 9 keer 5 kandidaten. Hij heeft een grote smile, dat zie je. Ja. En deze heeft uiteindelijk gewonnen, ook gewonnen in de categorie bedrijfswagens grote schalen. En dat komt eigenlijk gewoon, ja, zo'n Estafette is zo'n lief autootje. Dat is zo'n leuk ding. Er zijn zoveel mensen die dat kennen. En wat krijg je dan? Dan gaan die mensen inderdaad in de categorie waar ze eigenlijk helemaal niet zo in thuis zijn misschien. Mm-hmm. Zou kunnen, weet ik niet allemaal, maar... Oh, die Estafette is leuk. Ja, oh, die Estafette is leuk. Het is ook heel erg leuk. Ander ding, Bart. Ja. Jij hebt zoals gebruikelijk weer het cover bij je van de nieuwe auto in miniatuur. Je zegt het goed. Dit is een proef van de cover, want hij is nog volop in productie. Ik zie dat die daar staat. Daar staat ook minder flats op. Ja, ja, dat is nog wat meer, terecht op. Heb jij die opmerking erop gezien? Ja, zeker. En uiteraard staat de miniatuurauto van het jaar voor op de cover. En ik kan je vertellen dat het gaat heel goed met Auto Miniatuur. Daar ben ik heel blij mee, want ik ben de hoofdredacteur. Ja, ja. We gaan in het vervolg, met ingang van dit nummer, zijn we 8 pagina's dikker. Ja, lekker. Dus we maken, dat is leuk. 72 pagina's in het vervolg. Dus, er staan nieuwe dingen in? Hey, tuurlijk. Heel veel nieuwe dingen in. Er staan bijvoorbeeld 2 nieuwe rubrieken in. Dat heb ik hier ook aangegeven. Er zijn 2 nieuwe rubrieken. Eentje heet de tientjesrubriek. En dat betekent dat, we roepen met name NAMAK-leden op, stuur een foto en een stukje tekst van een modelletje wat je recent gekocht hebt of niet, dat hoeft niet eens. In principe alles mag, alles kan, onder 1 voorwaarde. Het mag niet meer kosten dan het. Dat is wel leuk, hè? En de andere rubriek, dat is ook wel aardig om te melden. Er zijn nogal wat bedrijfsauto-verzamelaars, liefhebbers, die modellen verbouwen zelf. Andere versies van maken, noem maar op. Dus je kunt het heel, dat gaat heel ver bij sommigen. Ja. Die roepen we ook op. Stuur een foto en vertel nou eens, wat heb je gemaakt, hoe heb je het gedaan, wat heb je gebruikt, nou, enzovoort. We hebben uiteraard gewoon, zoals gebruikelijk, 2 verzamelaarsportretten. We zijn geweest bij Robert Kalkman. Dat is een hele leuke, enthousiaste, gedreven verzamelaar met een hartstikke overzichtelijke verzameling. Je hoeft helemaal niet een grote verzameling te hebben om überhaupt in de rubriek te komen. Nee, Bart, dat hoeft helemaal niet. Die heb jij wel, maar dat hoeft helemaal niet. Ik zeg niks. Maar dat is de ene, dat is de ene verzamelaarsportret. De andere is voor jou misschien een bekende naam, dat is Richard de Cruijff. Ja, die ken ik, leuke kerel. Richard is een brede verzamelaar, wel met een aantal grote voorkeuren. Citroën, Lancia, Fiat, nou, noem maar op, half nul vrachtwagens, maar ook rare grote schalen en noem maar op. En niet te vergeten, hij heeft een fantastische verzameling folders en boeken. Zodanig dat zijn huis, als je heel goed luistert, hoor je het zachtjes kreunen onder het gewicht van al dat papier. We gaan even kijken naar de beelden die Bart daar gemaakt heeft. Vandaag zijn wij op bezoek bij Richard de Cruijff. Richard de Cruijff is al een behoorlijk oud gediende binnen de NAMAK, toch al bijna 40 jaar lid zo'n beetje. Richard, vertel eens, ja, verzamel jij zoal? Nou, ik verzamel heel breed. Mijn oorsprong van de verzameling ligt bij 1 op 87 modellen, maar ik heb doorgegaan uiteindelijk naar Franse auto's. Citroën heel veel, Simca en Panhard. Waar een aantal modellen gewoon heel erg de moeite waard zijn. Bij Citroën bijvoorbeeld de CX'en, maar bij de 1 op 87 heb ik op een gegeven moment begonnen met de Viking modellen te verzamelen. Ja. Maar er is meer, want ik heb ook Fiat, Lancia, Alfa,
Dus ik kan me niet helemaal beperken tot één merk. En dat maakt het verzamelen ook zo leuk. Oké. Okay. Ja, ik heb goed geluisterd. Ik hoor het huis niet kraken, maar ik vond het wel heel leuk wat je gefilmd hebt. Bert Siegersma is niet alleen onze nieuwe voorzitter, dat is pas sinds kort, maar jij bent al heel lang specialist voor NAMAC op de schaal 1 op 87. Ja. Sinds wanneer? 1984. Dat is... Bijna 87. Ja, bijna 87. Wat een feestje. Ja, het leuke is, wij hebben in deze uitzendingen al diverse schalen behandeld. Hè? Uiteraard 1 op 43, 1 op 50 van de trucks. Maar ook 1 op 18, 3 inch. Maar 1 op 87 is nog nooit aan bod geweest. Hoogste tijd dus, Bert. Jij hebt het een en ander meegebracht. Ja. Vertel, wat heb je bij je? Ik heb voornamelijk nieuwe merken meegebracht, want dat leek me wel leuk. Want nieuws, dat moeten ze vooral op het internet bekijken. Op de website, hè? En hier en daar ook in auto en miniatuur. Ik heb een paar nieuwe merken meegenomen. Eentje die vind ik wel leuk. Ik zet even mijn leesbril erbij. Zet jij je leesbril even op? Ja. Dat is een Scania en wel de B-serie. Dat betekent, het is een semi-dagcabine, hoe zullen we het noemen? Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Dat is een man en die kwam ineens op Facebook op allerhande half nul groepen. En nou, dan liet hij foto's zien van waar hij mee bezig was. En toen op een bepaald moment, toen kwamen deze modellen die kwamen op de markt, die kon je bestellen, nog niet in Nederland, maar je kon ze op verschillende plekken kon je ze bestellen. En dat zag er echt, nou, behoorlijk uit. Ja, het ziet er hartstikke mooi uit. Je mag hem wel even beet houden. Ja. Nou, wat ik hier heb, dat is een tankwagen. Ik ken hem uit het dorp waar ik vandaan kom, dit soort auto's als voor rioolreiniging. Ja, ja. Ja, er zit ook zo'n grote katrol achterop. Ja, ja, ja. Die is alleen wat kleiner dan, maar op zich, het is een hartstikke mooi model. Zouden die een Litouwen rondrijden? En ik denk dat die langere chassis in Russische gebieden, dat die daar wel rondrijden. Nou, Litouwen rekent zich niet op Rusland. Rusland noem ik niet voor niks, omdat het idee was dat die man uit Rusland kwam. We hadden geen idee eigenlijk. Ja. En nou bleek, ze hebben nu ook een importeur in Nederland, de kleine in Meppel. Ja. En die heeft bijvoorbeeld ook Herpa. En het bleek dat deze modellen die komen uit Vilnius en dat is in Litouwen. Ja, ja, ja. Wat is de merknaam? De merknaam is Olm Design. Maar het is een firma die aan spuitgietwerk doet en ze doen het goed. Ja, het ziet er mooi uit. Je had het over twee nieuwe merken. Ja, nou ik had wel drie. Oh. Dus het echt nieuwe merk, dat is een firma die heet Le Grand. Dat Duits, duidelijk. Klinkt Frans, maar het is een Duitse firma. Het is, die LE die staat daar waarschijnlijk ook voor. Het is een firma die heet Lemke. Lemke, dat klinkt een stuk Duitser, ja. Lemke die maakt, laat modellen maken, want zelf maken dat is bijna nooit meer. Maar die laat modellen maken in schaal, spoor N is het eigenlijk, dus een treinenschaal. Ja, dat is zeg maar Minitrix. Minitrix, ja. 1 op 160, dus dat is nog ongeveer de helft van half nul. En die kwamen nu met het merk Le Grand. En het eerste model waar ze mee kwamen, althans, ja, ik geloof het eerste model waar ze mee kwamen, dat was zo'n postautootje. Zo'n elektrisch postautootje wat ze in Aken bouwen. Nou, ga ik even proberen of ik het doosje open kan krijgen. En niet kapot maken. Ja. Niet kapot maken. Kijk even naar het vorige filmpje. Ja. De frustratie ben ik net erboven. Nou ja, ja. Nee, daar gaat het niet meer over. Dat zat jou ook dwars, begrijp ik. Kijk. Nee hoor, nee. Ik spaar ook geen doosjes. Ja. Maar... ja, dit is wel... Das Blauwe Wunder, hè? Ja. Dat is Das Blauwe Wunder. Das Blauwe Wunder, ja. Dat is een Mercedes die juist een beetje gebaseerd op de SL. Ja. Als je het frontje ziet. Dan heb ik nog een ander merk, dat is al iets minder nieuw, omdat het al een paar jaar bestaat. Dat is de firma PCX87. En dat is een firma die hoort ook bij de Model Car Group. Ja. En die zijn op een bepaald moment een hele reeks begonnen. Ja, eigenlijk nieuwe auto's en iets minder nieuwe. Dus zeg maar youngtimers, dat is een beetje... Nou, wat zij met name heel goed doen, dat is
commercieel gezien is het heel slim. 1 op 87 is best wel, ik zal niet zeggen booming, maar het neemt zeker toe de belangstelling voor 1 op 87. Wat zij nou doen, is auto's in die schaal maken die nooit eerder in die schaal gemaakt zijn. Nee, dat is leuk. Ja. Dat is hartstikke slim. Ja. Maar wat heb je daar in je handen? Het is een... Ja, dat zou jou... Dat is, volgens mij zie ik namelijk een Alfa Romeo. En daar word ik altijd een beetje, een beetje opgewonden. Daar mag jij wat van vertellen. Ja, dit is een Alfa 75, hè? Ja. Dit is wel mooi, hè? Achterwielaandrijver nog. Ja, dat was wel een auto in die tijd, hoor. Oh, ja, want je had daar ook hele dikke versies van, hè, met 3-liter motoren. Met een V6, in Amerika. Ja. Ik had heel graag een gewoon 1600 als auto van de zaak willen hebben, maar ik kreeg hem niet. Deze arme jongen. Ja, maar ik vind dit nog steeds een one-half. Dit is toch prachtig? Ja. Dit is wel heel zeg, mooi. Meneer de Alfa-kenner, waarom heet die auto eigenlijk 75? Was het 75 jaar Alfa Romeo? Ja, briljant. Kom ik weer goed weg, jongens. Nou, ik ben blij dat we een keertje aandacht hebben kunnen besteden aan 1 op 87. Want dat was inderdaad nog nooit gebeurd. En ook hier valt weer dus ongelooflijk veel leuks over te vertellen. Hou ook de website in de gaten, want daar staat heel veel nieuws op. Elke dag en nieuws. Ook in deze schaal. Nieuws. Het is altijd nieuws. En wat nieuw is, is Bart Willems. Ja. Specialist in 1 op 43, die hadden we nog niet eerder gezien in deze studio, maar nu wel. Dat klopt. Welkom. Dank je wel. Het is ook lekker handig weer, Bart en Bart. We hebben er nog een paar. makkelijk te houden. Hey, ik zie hier een Formule 1 auto staan. Ja. Dat is wel heel mooi. Kan je hier wat meer over vertellen? Jazeker, dat kan ik echt. Dit is een speciale uitgave voor een Nederlandse miniatuurwinkel, GP World in Rijsbergen. Die heeft bij Spark deze special laten maken van de Red Bull Racing RB16B. Zoals die na de overwinning in Monaco, wat men niet had verwacht, waarbij die op de T-cam ging zitten, exact nagemaakt. Ook met een bordje erbij voor de eerste plek. Maar dit is een gelimiteerde oplage van 500 stuks. 500 stuks, ja. Die zijn Max dus al weg of niet? Nee, die zijn nog niet allemaal weg. Max heeft natuurlijk een aantal hele mooie dingen laten zien, maar Monaco winnen, dat is wel iets. Dat is alleen voorbehouden. Ja, en het is ook zo'n woonplaats tegenwoordig. Het was in zijn achtertuin. Ja, maar het is toch ook van het is natuurlijk... Triple Crown zit hij in, toch? Ja, daar hoort hij bij. Die heeft hij al. Hij heeft natuurlijk nog een aantal jaren. Maar je kan hem hebben. Monaco winnen is wel iets waar dat voorbehouden aan de echte hele grote. Ja, maar het leuke is ook aan het doosje. Die wordt dus ook echt helemaal in de Red Bull kleuren. Ja, met de Red Bull sponsoring en alles uitgebracht. Wordt er ook allemaal te goedkeur ook voorgelegd enzovoort. Want je kan dit niet zomaar laten maken. Nee, maar prachtig. Ja, want dit is een serietje volgens mij. Hè? Want je hebt ook de tenenkrommende ongeluk in Hongarije. Die is ook geweldig. Ja. Die is ook geweldig. Er zitten ook meer figuurtjes bij. Er is ook een iets groter doosje. Ja. Dat was een special die is vorig jaar al uitgekomen. Ja, ja. Dat was van 2020. Dat is nog de RB16. Ja, en even om te vertellen hoe gedetailleerd deze zijn. Net buiten beeld vertelde Bart mij al dat een van die monteurs die bij dat sekje zit van Hongarije, die man die heeft in het echt tatoeages op zijn onderarm. Ja. Die zitten dus ook op het poppetje. Ja, die zitten ook op het poppetje. En ook al de credentials die ze om de nek hebben, alles is aangebracht. En ze hebben ook allemaal een verschillend tenue aan. Want vaak zie je bij die figuurtjes dat ze allemaal één op één hetzelfde zijn. Dat is ook allemaal heel netjes. Ik vind dat fantastisch inderdaad. Hoe ze het gemaakt hebben bij Spark. En ik vind het natuurlijk hartstikke briljant van GP World om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Er komt nog het een en ander. Waarschijnlijk wel, ja, want er zijn nog wat... Dit is alleen bij Grand Prix World te koop. Ja, bij GP World. Ja. Nou, ik hoef niet meer te zeggen, daar moet je dus even naartoe. Ik ga eens even door naar een wat meer regulier model. Dit is gemaakt door IXO. Dit is een Saab EMS. Een Saab 99 om precies te zijn. Ja. En EMS staat voor Electronic Fuel Injection Manual Transmission Special. Ja. Hele mond vol. Voor een afkorting van 3 letters. Ja. Maar dat houdt in dat deze dus elektronische brandstofinjectie heeft gekregen. En een manuele transmissie. Waardoor die een wat sportiever karakter kreeg. Ja. En deze auto is in 1972 op de markt gekomen. Gewoon als 2 deurs. Dus dat gaf ook een beetje extra sportief de karakter. De turbo van Saab was dus eigenlijk een evolutie van die. Ja. Hey, en dit?
Ja, dit is helemaal een apart verhaal. Ja. Hier staat op Messerschmitt Racing Team. Maar dat is een contradictio in termine. Maar dat is een Vespa. Daar zit ook een verhaal achter. Het is een Piaggio Ape Pantera. Wat is omgebouwd door de oprichter van de Messerschmitt wagentjes. En die zocht iets leuks om zijn wagentjes te vervoeren. En die is dus op dit ding gekomen. Ja, het gekste van alles, als ik even in de reden mag van, het gekste van alles, het was een Amerikaan. Ja, het was een Amerikaan. En die racede. Hoe, dat weet ik ook niet, maar die racede met een Messerschmitt. Ja, met een Messerschmitt record. Ja. En hij wilde dat leuk vervoeren. En hij heeft dus die Piaggio had die samen met het trilletje in de kleuren van Messerschmitt gespoten. En fictief logo is Messerschmitt Racing Team erop gezet. Nou, is dit een beperkte oplage, kan ik me voorstellen? Ja, een paar honderd. 300 of zo. En dat betekent ook meestal wat voor de prijs. Ja het is wat aan de prijs. Hier praat je over zo'n 19'tjes, als ik het wel heb. Ja, maar hij is wel gedetailleerd. Ja, en hij is heel erg leuk. En het is natuurlijk een krankzinnig onderwerp. Ja. Nieuws 143, hartstikke leuk, Bart. Ja. Graag gedaan. Jij, Bart, overigens, als u af en toe wat geluid hoort, de werkdag is hier ook gewoon aan de gang. Hè? Dus dan lopen af en toe mensen hier aan dafjes te rommelen. Bart, jij hebt ook nieuws bij je, maar dan een iets grotere schaal. Ja, joh, ik heb toch ruimte zat. Jij woont in een kasteel. Ik heb twee auto's bij me en zal ik je eerlijk vertellen dat ik daar een persoonlijke binding mee heb. Ja, mag ik je eerst, voordat je verder gaat, onderbreken en vragen, waar komen deze auto's vandaan? Deze zijn van een winkel? Ja, dat klopt. Dat mogen we meteen even zeggen. De Saab, die andere Bart had. De auto's die ik heb, komen van Schuiten in Rotterdam. Ja. Dat is een winkel die niet heel toevallig ook een auto miniatuur komt met een verhaal. Die hebben we genoemd van GP World en de Messerschmitt is van op43.nl. Juist, helemaal goed. Nou, wat is hier nou zo leuk aan? Dit is een Honda CRX van het tweede model. Ja, het is een fantastisch leuk autootje. Even een persoonlijk verhaaltje. Ik heb zo'n auto gehad als auto van de zaak, notabene. Dat was ik noemde hem de skelter van de zaak. Ja, want dat is het ook. Ja. En nu komt hij dus van White Box in 1/24. Maar wat een gek moment om hiermee te komen, want de auto is... Ja, dat eigenlijk... vind ik ook een beetje typisch. Nee, maar ja, dat is vaak inderdaad, ik denk van waarom nu? Geen idee. Nee. Ik bedoel, het is 30 jaar geleden dat ik in die auto reed en toen was hij nieuw. Ja, precies. En ik kreeg hem als auto van de zaak en ik heb daar echt waanzinnig hard mee gereden. Dat kan ik me voorstellen. Alleen maar. Fantastische auto, je had één probleem. Maar dat kan ook aan mij liggen, hij vrat voorbanden. Ja, ik denk dat dat aan jou lag. Wat heb je nog meer bij? De volgende, over overgangen gesproken, dit is ook een persoonlijk verhaal. Want mijn volgende zaakauto, toen begon ik voor mezelf, dat was zo één. Exact deze. Maar dan in het knalgeel. En dat was die Honda wel een... een omschakeling. Een beetje tot rust komen. Dat was een verschil. Maar wat een mooi model, joh. Ja, en dat dan voor twee tientjes. Van Welly. Ja, van Welly. En ik vind hem helemaal geweldig. Mag ik eens kijken? Ik heb ook wel wat met Volvo. Meer met Alfa Romeo's, maar met Volvo ook wel. En er staat iemand achter de camera, onze cameraman. Kijk, Arno, Volvo. hij is wel heel mooi, zeg. Ja, ik vind het ook zo leuk dat ze nou eens een keer niet de laatste of de allereerste hebben genomen, maar gewoon zo'n ding waarvan er duizenden rondgereden hebben. Maar je ziet ze nooit meer. Nee maar is, echt heel leuk. Maar vooral ook de prijskwaliteit. Goede herinneringen. Een fantastische auto. Had maar één probleem. Er zat een gasinstallatie in. De gasinstallatie was versleten, maar de auto niet. Ik heb nog iets dat ik ook wel heel erg leuk om even te laten zien. Ja. We hadden het net natuurlijk uitgebreid over onze grote held, Max Verstappen. Ja. Maar wie was de beste Nederlandse Formule 1-coureur voor Max Verstappen? Dat moet zijn vader zijn dan, of niet? Ja, dat was zeker zijn vader. Dat was zijn vader. Ja, mooi hé. Dit is een al wat ouder model van Minichamps. Hij is geweldig. Ja. En Jos Verstappen heeft natuurlijk ook zijn glorieuze momenten gekend. Zeker. Ook inderdaad af en toe verkeerde keuzes gemaakt. En maakt niet uit. Voorlopig was hij wel inderdaad een Nederlandse Formule 1-coureur. Dit is ook uit de tijd dat ze die groeven in die banden hadden. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat vond ik zo stom dat ze dat toen gingen doen. Ja, maar ja. het zijn nog Bridgestone banden. Dan moet meteen dan... Jezus. Pascal, Gerrits, ik vind het altijd zo leuk als je aan tafel zit, want jij brengt altijd hele grote dingen mee.
Nou ja, dit keer zeker, ja. Voor wie het nog niet wist, Pascal is onze truckspecialist. 1 op 50, schaal 1 op 50 en soms een klein beetje groter, zoals ik hier zie. Vertel Pascal, waar gaan we het over hebben? Nou, we zitten in het DAF Museum, dus ik dacht, laat ik wat leuke DAFs meenemen. Dit keer in 1 op 35. Wat een rare schaal. Ja, dat is typisch een militaire schaal. Er zijn heel veel kits van tanks en dat wist ik niet. Noem het maar op, in 1 op 35. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, is het eigenlijk helemaal niet zo raar. Ja. Degene die het heeft laten maken is een fanatiek militair verzamelaar. En zodoende zijn ze ook in 1 op 35 gekomen. Er was eigenlijk niks van Nederlandse defensievoertuigen. En hij laat eigenlijk nu alles maken. Wat niet gaaf. Alleen DAF's, maar ook Scania's, panzervoertuigen, noem het maar op. Mercedes Jeeps, Landrovertjes, alles. En de detaillering, kan je dan, want dit ziet er echt heel mooi uit, hè? Ja, dit is een iets ouder model, is vorig jaar gemaakt, nog door Skillmasters. Het is een racer model, DAF 2300, de 10 tonner, ook wel in de volksmond genoemd. Ja, ja. Uit de jaren 80 tot vrij recent, ze worden nu uitgefaseerd en vervangen door Scania's. Ja, ik denk super mooi gedaan. Het grappige is dat hij komt vrij kaal en er zit een voorvelletje bij met stickers en dan kan je hem helemaal maken in de versie die je zelf wil. En, maar deze arm bijvoorbeeld, die zit er gewoon al op, hè? Hij is gewoon gemonteerd. Dus hij is gewoon groen. En hoort hier nog een huif bij of niet? Nee. Okay. Deze auto was vaak open. Maar ja, daar kan je natuurlijk zelf wel weer wat mee doen. Dat is ook een beetje het idee, hè? Hij is een modelbouwer ook van zichzelf. Ja, je kan hem gewoon helemaal aanpassen naar eigen smaak. Maar dit lijkt me vrij kostbaar. Als ik dit zo zie, de detaillering. En je hebt er al over. Ik vermoed dat het een kleine oplage is. Hij had 150 stuks volgens mij. En het is rond de €150 of zoiets. Dat valt nog mee. Ja. Ja, het is wel gaaf hoor. Hey, en die andere, want je had nog een DAF bij. Ja, deze is vers van de pers. Zet deze even een beetje opzij, dan kunnen de kijker die andere ook goed zien. De 314 is dit. Ja. Zo dan, hè. Ja. Uit de jaren 50, 4 tonner van toen, ook een DAF. En ook weer 1 op 35. Ja, ja, ook een leuk model. Dit is eigenlijk zoals hij komt, want hier zitten eigenlijk helemaal geen stickers op, zoals je ziet. Oké, ja. Ja, dat is gewoon een groen voertuig. Ja, nou maar wel. Maar je kan je er lekker mee uitleven. Ja, maar hier die detaillering, joh. Ja, zelfs de plankjes in de bak, die kan je zien. Ja, en zoals die kettingjes hier waarmee die laadklep vergrendeld wordt. Ja, nou, dat is wel het voordeel van natuurlijk wat grotere schaal. Ja. Dat je echt alles kan maken en laten zien. Heel leuk. En dit is Nederlands fabrikaat? Nederlands initiatief, maar in China gemaakt. Helder. Ja, bijna alles. Ja. Hey, en iets heel anders zijn deze twee mooiste vrachtauto's. Ik vind dit heel gaaf. Waarom heb je dit bij, hè? Nou, waarom heb je er twee bij? Want ze zijn hetzelfde, of niet? Het is nieuw van Techno. Ja. Deze echt nieuw, onlangs uitgekomen. DAF 2800 topsleeper. Topsleeper omdat je boven de cabine sliep, hè, in dat hutje. Ja. En 25 jaar geleden heeft Techno ook een model gemaakt. Ja. Toen van de 95. Ik zet hem even weer in beeld, hoor. En ik dacht, laten we ze eens eventjes naast elkaar zetten. Dat is wel leuk. En dan kan je gelijk ook even zien wat 25 jaar modelontwikkeling eigenlijk doet. Qua detaillering en uitvoering. Wat heb je ontdekt? Wat zijn de belangrijkste verschillen? Nou ja, grappig is natuurlijk wel dat je ziet dat de bakken, de trailer is precies even lang. Ja. Maar die bakken van die vrachtwagens zijn verschillend. Maar hoe kan dat? Want het zouden want welke is dan correct? Ja, die oude. Die oude? Dat is dan toch wel weer een beetje... Dat is wel een detail. Dat is wel grappig. En dat komt waarschijnlijk omdat ze dan een bestaand chassis hebben gebruikt? Ja, dat klopt. Dat is een keuze geweest om uit te gaan van een bestaand chassis en niet specifiek voor deze auto een nieuw chassis. Een beetje de bocht afsnijden is dat. Even zeg goed. Ik dan, zeg ik. Even goed vind ik het wel echt wel mooi. Het is heel mooi gemaakt. Ja. Hey, en andere verschillen? Is het ook ander materiaal? Deze is lichter, hè? Ja, dat... Niet. Kijk, dit was vroeger kunststofbak, dat is nu ook zo. Maar ja, ik denk dat er wat meer metaal in zit, want daarom is hij wel een stuk zwaarder. Mm-hmm. Vroeger kon je nog de deurtjes openmaken van zowel de bak als de auto. Dat kan nu weer niet. Nee. Dus in die zin zeg je, toch een beetje gek. Maar welke van die twee zou jij mee naar huis nemen nu? Ja, toch wel die nieuwe. Ja, hè? Ja. Ja, die hij is wel heel erg mooi. Ja. Nou, dankjewel. Hartstikke leuk. Graag gedaan.
Ja, we zijn er nog weer doorheen. Dat gaat wel heel hard, hè? Zal ik deze dan maar mee naar huis nemen dit keer? Ik vind het echt heel erg mooi. Ja, ik zei er net wel, we zijn er doorheen, maar we zijn er nog net niet doorheen, hè Bart? Niks ervan. We hebben nog een prijsvraag. En nou heb jij de vraag bedacht en jij hebt ook wel iets bij je wat we dan gaan weggeven als prijs. Ja, dat klopt. Maar ik wil even nog iets anders. We zitten in het DAF-museum. Ja. Dat is niet heel toevallig. Nee, zeker niet. Wat doen we nou met de prijsvraag? Dat is heel simpel. We hebben een modelletje dat is alleen te koop in het DAF-museum. Heb jij hem? Uiteraard. Ik heb hem niet, nee. Goed, je mag niet meedoen. Je mag niet meedoen. Prijsvraag, maar je zegt niet het antwoord. Okay. Ja. De vraag is heel simpel. DAF is een afkorting. Ja. De vraag is, wat is de oorspronkelijke betekenis van de A van DAF? Ik weet het. Ja, dat was ik er bang voor. Mocht je het weten, laat het dan aan ons weten. Als je het weet, je hoeft geen NAMAC-lid te zijn om er mee te doen. Dat zeg ik er ook even bij. Dan stuur je een mail aan info@namac.nl. Maar zet daar dan vooral even je naam en je adres onder. Ja, en het antwoord. Anders kunnen we die prijs niet opsturen. Ja, precies. Ik ben heel benieuwd waar die A voor staat. Dat weten we de volgende keer. Vond je dit nou een leuke uitzending? Want nu zijn we er echt doorheen. Geef ons dan even een duimpje. Je kan ook abonnee worden van dit YouTube-kanaal. Lid worden van de NAMAC. Je kan lid worden van de NAMAC natuurlijk. Ja. Dat kan je bij ons op de website doen. En als je iets wil vertellen over deze uitzending, dan kan het hieronder in de comments. Tot de volgende keer.